Hoe kun je nou het beste verdedigen bij 1 tegen 1 duels? Dat ga ik je nu uitleggen met een aantal tips. Het allerbelangrijkste is in elk geval dat je niet onnodig tackelt, dat je niet onnodig instapt. Dat is iets wat ik heel vaak zie gebeuren en dat is echt een doodzonde. Daarmee ga je gewoon heel veel mensen te veel ruimte geven, te veel kans geven eigenlijk om je uit te spelen. Als je deze tips nu onthoudt, ga je veel beter verdedigen in 1 tegen 1 situaties. In 1 tegen 1 situaties gebruik je de L2-knop, op de Xbox de LT-knop, om je verdediger een beetje door de knieën te laten gaan en op een heel bewegelijke manier te laten verdedigen. Als je tegenstander aan het sprinten is, kun je de R2-knop of de RT-knop op de Xbox erbij drukken om een sprintjockey te doen. Met de tackle-knop kun je je tegenstander vasthouden, een beetje aan zijn shirt trekken en in het duel komen. Kijk hier naar wat voorbeelden van 1 tegen 1 verdedigen. En let dan vooral op de timing van de tackle. Als je die onder controle hebt, dan gaat het sowieso goed komen en ga jij veel beter verdedigen. Dat was mijn tip voor deze keer. Jij weet nu veel beter hoe je kunt verdedigen in FIFA 16. Vond je het leuk? Heb je er wat aan? Like deze video eventjes. Laat ook een comment achter als je vragen hebt. En abonneer je natuurlijk vooral op dit kanaal, want dan mis je helemaal niks van dit soort handige tips, van vette trucs en van mooie battles tegen profvoetballers. Ik zie je de volgende keer weer bij Koning FIFA.